Met de restauratie van overheidsgebouwen moet er nieuw leven worden ingeblazen in onze historische binnenstad. Dit zei Natasha Deul, coördinator van PURP, gisteren op een persconferentie. Binnen PURP, het programma voor rehabilitatie van onze historische binnenstad, worden diverse gebouwen gerenoveerd, zoals het DNA-gebouw. Er zijn drie hoofdonderdelen. En zoals al eerder werd gezegd, de bedoeling is dat we leven terugbrengen in de binnenstad. Maar je denkt, waarom gewoon leven terugbrengen in de binnenstad? Want er zijn mensen. Na de kantooruren, en je weet, een overgroot deel van de stad is eigenlijk gehuisvest door overheidskantoren. En na 3 uur zijn er dan geen mensen meer echt over straat die komen voor entertainment of andere zaken. Dat moeten wij gaan veranderen als we onze historische binnenstad de waarde willen toekennen. Dus de bedoeling is dat mensen terugkomen naar de stad om daar te gaan wonen of dat er meer bedrijvigheid is na de normale kantooruren. En hoe gaan we dit doen? De drie onderdelen. Onderdeel 1 noemen we moeilijk gezegd stedelijke interventies. Houdt in dat de 2 parlementsgebouwen worden geconstrueerd en de oplevering daarvan is volgende maand, eind volgende maand maart. Natasha Deul. Karen Revos, Communication Director van PURP, zegt dat het programma meer bekendheid zal krijgen. De media zal bij elke activiteit betrokken worden, zoals bij de oplevering van het DNA-gebouw eind maart. En elke keer als er een activiteit is, bijvoorbeeld straks het opleveren van de Nationale Assemblée, zullen wij ervoor zorgen dat u reeds een dag of eerder van tevoren daar rondgeleid kunt worden, zodat wanneer de activiteit er is, dat u tijd heeft gehad om alles in elk geval zodanig voor te bereiden dat de gemeenschap geïnformeerd wordt. Dus elke activiteit die gaat starten, gaat u als media die betrokkenheid krijgen, zodat u in elk geval uw werk goed kunt doen, niet alleen, maar vooral die gemeenschap informeert. Een nieuw gebouw van de Nationale Assemblée staat aan de Henk Aronstraat op dezelfde plek waar het oud gebouw stond. Dat gebouw werd op 1 augustus 1996 door brand verwoest.